Toch? Dat is echt... Dit is prachtig. Ja. Zo groot. Ja, maar hij... Oh, een beetje goed. Ik kan zo niet zeggen. Ik ben niet extra vroeger daar. Domus is echt helemaal van de genie. Heb je nog wat? Hij heeft de kop als een Hollywood acteur. Van Talmud Bavli. Nou goed, deze twee pagina's, dat gaat juist over de Jaknehas. Wanneer Pesach valt op Shabbat, dan hebben we een heel groot probleem. Shabbat is heilig, Pesach is heilig, maar Shabbat is heilig als Pesach. En het gebed moet hetzelfde blijven, maar ze hebben veranderd de positie van het gebed. Zo, eerst die wijn en dan die brood. En vier strijpen in zijn werk. En hij noemt dat de neem. In Engels. Nou, in het Hebreeuws, dat betekent Hashem. Hashem heeft drie letters. He, Shin, Mem. Hoe middeleeuws was die kerk anno 2019 aangekomen? Die kwestie kwam onvermijdelijk op tafel toen men naar het blussen van de schade ging opnemen. En de vraag is hoe de kathedraal te herstellen. Er doken meteen gedurfde plannen op, zoals dit van Vincent Calabot, waar de gesneuvelde loodgedekte houten vieringsruiter door een zeer dynamisch ogende glazen opvolger was vervangen. Die werden niet door iedereen even enthousiast onthaald. Herstel gewoon de middeleeuwse kathedraal. Al dus in de NRC de ingezonden brief van een argeloze leraar. In elk geval niet de kathedraal van voor de brand. Die was het resultaat van veelvuldig langdurige knutsel. Aan een gebouw waaraan men ooit in de 12e eeuw was begonnen en vooral het gevolg van de intensieve restauratie van Viollet-le-Duc tussen 1844 en 1864. Zeker middeleeuwse kathedralen zijn behalve kunstvoorwerp ook en vooral gebruiksvoorwerp. Derhalve in de loop der eeuwen veelvuldig veranderd, nadat de aanvankelijke bouw al honderden jaren heeft gebruikt. De Weiwesttorens, waarvan de stompenvorm nu als iconisch geldt,
christelijk groot moeten worden, zoals de kathedraal van Chartres, heeft iets soortgelijks ook bij de Notre-Dame overwogen. U ziet hier zijn tekening rechts. Het bleef hier echter bij Herdebouw, van in 1786 wegens bevalligheid gesloopt de takken uit op de viering, de fameuze flash, die nu bij de brand gesneuveld is. Bij de 12 pas, of oostvenster, binnen het grote oostvenster 15 graden gedraaid. Als je goed op oude foto's kijkt, kun je het verschil zien. De Notre-Dame droeg zodoende tot de brand van 15 april in feite een sterk 19e eeuws karakter. En dat laatste vond over de Notre-Dame toen Viollet-le-Duc zelf er 2 jaar eerder, na 2 decennia restaureren, zijn handen van afgetrokken had. Tot zijn belangrijkste geestverwanten behoorde de architect Pierre Cuypers. De 19e eeuw is de eeuw waarin de middeleeuwen worden herontdekt, waarin de historische en esthetische waarde van de middeleeuwse architectuur weer wordt onderkend. Van die rabbijnen in Jeruzalem hadden hem. Hij was. Hoe moet ik dat verklaren? Hij had 6 kinderen, geen 1 religieuze kind. Is onvoorstelbaar. Dat is een model, het gezicht, het gezicht van de Jodendom in Bagdad. Een heel conservatieve groep van Joden. Die hiërarchie van mijn familie heeft besloten dat ik moet dit talit krijgen. Zo, ik heb dit talit gekregen, die gebedkleed van mijn grootvader, blijkbaar dat is van zijn vader. Zo, ik heb het lichaam van Sassoon.
Een concreet voorbeeld zal hopelijk duidelijk maken wat ik bedoel. Het gaat hier om de impact van de voorstellingen die men in de vroegmoderne tijd, 16e, 17e, 18e eeuw, van het uiterlijk van de allang verdwenen tempel van Salomo in Jeruzalem maakte. Geef dus deze koepel toestand in achterhoofd, hè, dus dit was de zogenaamde tempel van Salomo, de godskoepel. Dat gaat dan terug tot de kruisvaarderstijd, en dat overigens ontdacht. De ronde vorm van het middengedeelte verwijst naar de tempel van Salomo, zoals ook de twee grootflankerende zuilen aan de zuilen doen, die men eveneens in het Oude Testament beschreven vindt. In het Oude Testament wordt dus, wat gezegd, er staan voor de tempel van Salomo twee grote zuilen. In de middeleeuwen valt zo'n kathedraal eigenlijk van binnen in kleine brokjes. Wat de priester deed, ontrok zich helemaal aan het zicht van de gelovigen. Nu heb je natuurlijk zeker zo'n Franse kathedraal die vaak leeg is, en je zo'n as komt binnen in Westen en je ziet op het altaar. Daar was er helemaal geen sprake van. Die gewone leken hadden niks te maken met wat er gebeurde bij het altaar. Een klokje gaf alles aan als er weer wat gebeurde. Die moest gewoon braaf achter het scherm blijven wachten. Bij de moderne liturgische opvang in Nederland ook al, moet de gemeente erbij betrokken worden. Die oxalen die dat verspillen, die moeten er dus uit. Maar goed, dat is dus een verkwanseld aan Victoria Albert. En daar heb ik ook volle aantref. Een half beschimmeld, zou ik maar zeggen zo. Hè. Dus hij trekt echt aan de bel. Maar hij schrijft het zeer streng op. Hij is ook niet voor niets later Kamerlid geworden, dus dat was een goede debater ook. En dan opzegt, dus nou goed. Andere vraag is, ja? Middeleeuw. Dan zou je in feite de vroegere Verenigde Duc moeten verwijderen als iets middeleeuws genoeg. En Verenigde Duc zou in feite moeten erkennen dat wij daarmee nu gelijk hebben. Ook al gaat de kost van zijn eigen werk. Dat is een interessant paradox natuurlijk volgen. Ja, waar ben ik voor? Ik ben zelf altijd niet zo geweldig van het nodeloos vernieuwen van oude gebouwen. Kijk, iets anders die ik ook doe, wat ook vaak is gebeurd. Die zegt, kijk, die flash heeft geen praktische functie. Kijk, je moet het gebouw. Dagruiter noemen. Dagruiter, vierruiter. Ja, ik dacht wel dat het een bekend begrip was, want ook in de krant werd altijd gesproken over de fles. Dus, maar dat is juist een spunt. Het is eigenlijk een punt die zonder echte onderbouw gewoon direct op het dak is gezegd. Hè. Het is eigenlijk alleen maar een spits. Hè. Het is niet een echte recht onderzoek, het is eigenlijk alleen maar zo'n spits op het dak gezet. Heel hoog. Hij is veel hoger natuurlijk dan. Hij is veel hoger. Thank you.
Die liggen zo boven op het Tempelberg, deze rotskoel. Dus deze moskee. In de oudste gedrukte wereldgeschiedenis, die heeft gravures gemaakt bij uw opus, hè, duidelijk de rotskoel zit, alleen een merkwaardige uivormige, een soort bijbelse zwiebeltoren is, een uivormige koel erop. En ook daarin kunt u lezen. Ik kan het hier, ik weet niet of u het goed kunt zien hier. Hier kunt u een beetje ontzijden. Hier is dat op Templum Salo, nou dan nog wat. Het gaat natuurlijk gedeeltelijk. Oh, het is heel duidelijk waar het om gaat. Van de nationalistische noodzaak tot plaatsbepaling van het kleine Nederland binnen Europa aan het nationale verleden ook het nationale heden wil ontleden. In het nog nadrukkelijke confessioneel verdeelde Nederland van toen zag voor gereformeerden en katholieken dat verlangde verleden er vaak heel anders uit. En de liberale en vrijzinnig hervormden koesterden hun eigen variant. Enige stuurbaarheid, enige maakbaarheid van het verleden was politiek gewenst. Thank you.